Het zal me verder worst zijn. Dit is wat ik bedoel. Vindt u het niet kinderachtig, meneer Wilders? Ik begrijp nu uit de antwoorden dat deze staatssecretaris niet in het kabinet Wilders gaat zitten. Klopt dat? Dat is even mijn eerste vraag. Nou, voorzitter, wat ik begrepen heb is dat de vier onderhandelaars hebben aangegeven dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wat mij een uitstekende keuze lijkt. Maar los daarvan laat ik mij niet uit over wie in welk kabinet verder komt. Ik heb u alleen aangegeven dat ik er niet van uitga dat ik minister van Migratie ben in kabinet XXX1. Nou weet u, als iemand die een staatssecretaris die van Nederland een groot openbaar asielzoekerscentrum heeft gemaakt. Als die degene die daar wat aan wil doen in de openbaarheid in de Kamer smalend zegt dat hij het een, wat was het, fantastisch idee vond. Dat er geen kabinet Wilders 1 komt, lees geen, dat Wilders geen premier wordt, dan neem ik daar op een harde manier afstand van. Dat was ongepast van hem om dat zo te zeggen. En wat mensen daarvan vinden, dat zal me verder worst zijn. Ongepast van u? Dat zal me verder worst zijn. Dit is wat ik te zeggen. Dank u wel. Ik vind het een ongepaste tweet. Ik vind niet dat je dat soort kwalificaties over personen eruit moet gooien. Dan moet je gewoon mensen bellen. Wat gaat u dan doen nu? Ja, dat bespreken we dan binnen. Maar ik zou eigenlijk het liefst willen dat we elke dag en nacht bezig zijn met het bouwen van een kabinet. U zei het is ongepast, maar Wilders zei net dat zal mijn worst zijn. Ja, nou, ik vind het ongepast. Maar ze hebben aangegeven dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wat mij een uitstekende keuze lijkt. Maar wat vindt u ervan dan dat de heer Van den Burg zijn opmerking maakt in zo'n debat? Die kon ik ook niet helemaal plaatsen. Waar het uiteindelijk over gaat is dat we het kabinet moeten bouwen, dat ik niet debatten wil recenseren, tweets wil recenseren. En als je uiteindelijk in een tweet ook nog echt persoonlijke kwalificaties, dit is niet de manier, dit is echt niet de manier. Maar als uw fractiegenoot zegt ik vind het fijn dat er geen kabinet Wilders 1 komt, gaat u hem daar dan op aanspreken? Dat is tussen mij en hem. En ik vind ook dat als iemand daar wat van vindt, bel me dan. Dit is op een volwassen manier daarmee omgaan. En niet elke dag dit. Jongens, dit moet gewoon echt ophouden.